Lastige opgave voor Lisse om punten mee te nemen uit Hardenberg. Want HAC is thuis bijna niet te kloppen. HAC staat gewoon keurig derde. De meest scorende ploeg in de tweede divisie met Rens van Bentum. Van Bentum en Van der Leij. Met 1-0 tenminste. Scheidsrechter Van der Laan gaat even naar zijn assistent. Het is wel een typische Van der Leij goal hoor. Ja, hij telt gewoon nummer 19 van het seizoen voor Van der Leij. En de 1-0 voor HAC. De voorzet van Van Bentum en met de rug binnengetikt door Van der Leij. En zo leidt HAC. Ja, Lisse moet of vandaag punten pakken of tegen Jong Sparta. Om zodoende het vegenlijf te redden. En geen play-offs te hoeven voetballen om klassebehoud. Manuhutu en Van der Leij. Schmid nu dan. Goede reactie van Hakkedi. En zo blijft Lisse in de wedstrijd. Met hangen en wurgen. En is HHC bovenliggend. En hetzelfde HHC krijgt in de tweede helft een hoekschop. Door alles en iedereen gemist. En de kans voor Gaudier. Die toch blijft bij HHC. Opnieuw een hoekschop. Kobussen, veel beweging bij Werkman en bij Hemmink. Afvallende bal van Hezel. Van Hezel, weer weggewerkt. En zo blijft HAC kloppen op de deur van Lisse en van Ewijk. Wat doe je daar? Hij bijt Manuhutu. Van Ewijk, een van de beste spelers bij Lisse. En Manuhutu wijst de plek aan voor de scheidsrechter. Jannik van der Laan, maar die heeft helemaal niets gezien. En van Ewijk heeft de afloop toegegeven dat hij inderdaad gebeten heeft. Nog de mogelijkheid voor Gaudier. Ook die is niet aan hem besteed. En zo wint HAC de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Is het keurig derde en moet FC Lisse volgende week punten pakken. Maar daar ziet Rob de Ruiter, de trainer, wel brood in.